Mijn project gaat over reproductieve technologie en vooral gefocust op IVF, in vitro fertilisatie. Ik onderzoek de mogelijkheid om een romantisch element te introduceren tijdens dit IVF-proces. Als je in de kliniek beweegt, dan merk je dat al die processen en die stappen die je moet doorlopen zijn op medisch niveau heel goed vormgegeven en heel efficiënt, maar de betekenis van die processen zijn misschien nog niet zo goed vormgegeven. Het doel van dit project zijn eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant wil ik heel erg focussen op dat traject van IVF, om die reis, die route die ontstaat in de kliniek van het embryo, om dat te visualiseren in een interactief object of installatie, zodat je meer begrijpt van in welke stage het embryo is op welk moment. Aan de andere kant wil ik met dit project een meer maatschappelijk debat aanhalen, wat zich meer focust op dat voortplanten op meerdere manieren kan gebeuren en dat het niet alleen maar via de natuurlijke weg hoeft te gaan en dat misschien ook niet per se het ideaal hoeft te zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld regenbooggezinnen of homoseksuele stellen, daar wordt het gezin heel actief vormgegeven en dat is een andere manier van kinderen krijgen en dat is niet minder mooi dan de natuurlijke manier. Dit project is eigenlijk een beetje ontstaan door eerder werk wat ik heb gedaan dit jaar met Next Nature Network. Daar heb ik een prototype voor een kunstmatige baarmoeder hebben we toen vormgegeven en gepresenteerd op de Dutch Design Week. En dit is onderdeel van een groter project van Next Nature Network, dat heet Reproductopia. Ik noem mezelf speculative designer. Eigenlijk breng ik dingen in beeld waar nog geen beeld bij hoort. Kinderen krijgen is waar ieder mens in zijn leven over nadenkt of je ze nou wil of niet. En ik denk ook omdat er zoveel nieuwe mogelijkheden zijn binnen technologie, dat het begin van het leven, dat een domein is waar we als vormgevers ook over na moeten denken. En hoe zet je design dan in om een debat te creëren en hoe geef je dat debat dan vorm?